Hoe werkt DNA-onderzoek en wat betekent een positieve of negatieve uitslag bij BRCA1 of 2, zowel voor vrouwen als mannen? Jan Oosterwijk is klinisch geneticus in het Universitair Medisch Centrum in Groningen en hij komt hier wat over vertellen. Graag een applaus voor Jan Oosterwijk. Wat is BRCA? Is de titel die ik gekregen heb van het organiserend comité. En toen zag ik gelukkig dat daar onder stond hoe werkt DNA-onderzoek en wat betekent de positieve of negatieve DNA-uitslag voor BRCA 1 of 2, zowel voor vrouwen als voor mannen. Dacht ik zo, dan heb ik waarschijnlijk 2 uur gekregen om dat te vertellen. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb maar 30 minuten. Op de volgende dia stond dat ik geen verstrengelde belangen heb. Want dat moeten we tegenwoordig op een congres laten zien, dat we hier niet praten namens een farmaceutische industrie die misschien wel mij sponsort. Wat ik wilde gaan vertellen is hoe DNA werkt. Maar eigenlijk doe ik dat vooral in algemene termen. Want het is mijn persoonlijke overtuiging dat hoe DNA precies werkt voor de meeste mensen hier in de zaal totaal oninteressant is. Waar het volgens mij om gaat is, wat is het effect van de DNA-test die u heeft laten doen, soms na lang nadenken, en wat is het resultaat daarvan en wat betekent dat voor u en wat betekent dat voor de familie. Daar wilde ik zo meteen iets over gaan vertellen, zodra de dia's het doen. Ik ben uit 1960. Ik verhuisde een aantal jaren geleden naar een nieuw huis. Daar bleek vroeger een dokter in gewoond te hebben. Want ik vond op zolder een stapel oude tijdschriften. En wat zag ik? Mijn mond viel open. 1960, tijdschrift Huisarts en Wetenschap. En wat staat daar? Softenon, atoxisch, dat betekent in gewoon Nederlands niet giftig, betrouwbaar en smaakvrij. Ik denk dat alleen smaakvrij klopte. Wat bedoel ik u hiermee te vertellen? Dat wetenschap, en zeker medische wetenschap, altijd work in progress is. Wat betekent dat in gewoon Nederlands? Dat dat wat wij nu staan te verkondigen anders is dan wat we in de richtlijn hadden staan 10 jaar geleden. En ik weet zeker dat de helft van wat ik nu ga staan te vertellen over 8 jaar misschien ook alweer achterhaald is. Dat betekent dat het zo belangrijk is dat we allemaal scherp blijven. Scherp met onze richtlijnen, scherp met onze informatieuitwisseling. De counseling die u gekregen heeft in 1996, misschien wel van mij, daarvan moet een groot deel herschreven worden, omdat we minstens 20 jaar later zijn. En het meest saillante voorbeeld van hoe het mis kan gaan is denk ik misschien wel dit. Wat is BRCA? Nou, ik ga een hele trits dingen met uw behandeling, maar ik ga het heel erg rap doen. Wat is DNA? Waarom zou je DNA überhaupt willen testen? En bij wie doe je dat dan? En wat test je dan precies? Nou, de hamvraag is natuurlijk wat voor uitslagen kunnen er uitkomen? Verwarring alom, positief, negatief, goed, slecht en speciaal verzoek van de organisatie, maar wat dan voor de mannen? En als we er tijd voor hebben, nog iets over toekomstige ontwikkelingen. Wacht de volgende dia. Goed, wat is DNA? Dat is het eerste wat ik ga doen. DNA, dat is dit. En de meest sympathieke beschrijving nog wel een beetje snot. Zo ziet het eruit als je dat uit witte bloedcellen haalt. En dit is dat DNA waar wij in het laboratorium al die uitslagen uit kunnen halen. Mag ik de volgende dia? De meest veel bekendere vorm is natuurlijk deze helix. En vroeger moest ik heel erg uitleggen hoe dat precies werkte. Maar tegenwoordig zijn we allemaal vertrouwd met het fenomeen streepjescode. Dus iedereen snapt, DNA is een hele lange streepjescode. En in de streepjescode kun je heel veel informatie verstoppen. Mag ik de volgende dia? Nou, en die informatie zit eigenlijk in alle cellen in ons lichaam. Dus in onze borstcellen, in onze eierstokcellen, maar ook in de cellen van de huid, of in de cellen van de linkerknie, of in de cellen van de darm. En dat brengt mij op het volgende belangrijke punt. Mag ik de volgende dia? Dat is dat er in de praktijk veel verwarring is over wat nou precies erfelijk, genetisch en familiair is. Ik zat gisteren in de auto, ik reed van Groningen naar Leeuwarden, want ik deed daar polykliniek in het Medisch Centrum Leeuwarden. En toen hoorde ik een verhaal wat heel erg deed denken aan wat professor Lin net vertelde. Een oud geneesmiddel van 20 jaar geleden was opeens uit de kast gehaald. Bleek heel goed te werken bij een klein clubje mensen met darmkanker die een bepaalde erfelijke aandoening hadden. Ik reed bijna van de weg af. Ik dacht, dat is niet een erfelijke aandoening. Dat is waarschijnlijk een aandoening in die tumor, in die genen die daar zitten. Maar dat heeft heel erg weinig met erfelijkheid te maken. En waarom vertel ik dat aan jullie? Omdat jullie hier zitten vanwege het feit dat het bij jullie wel erfelijk is. Of in de familie erfelijk voorkomt. En dat is een belangrijk onderscheid. Dat wil ik nu uitleggen. Kanker is altijd een genetische aandoening. Want kanker heeft altijd te maken met zieke genen. En door die zieke genen gaan cellen woekeren, gaan die cellen ontsporen en kan er een gezwel ontstaan. Mag ik de volgende dia? Kanker is heel vaak familiair. En dat komt omdat we in Nederland over het algemeen grote families hebben. En als je familieleden maar oud genoeg worden, dan door toeval alleen
komt er dus kanker voor in de familie, net zoals dat er hart- en vaatziekten in de familie voorkomen. Dat is helaas all in the game. Familiaire kanker kan voor ontstaan door toeval. Het kan zijn dat je gezamenlijke risicofactoren hebt die bij jullie allemaal hetzelfde effect hebben geresulteerd. En het kan komen doordat je gezamenlijk dezelfde erfelijke aanleg hebt. En dat zijn natuurlijk de verhalen die jullie vooral kennen, omdat erfelijkheid over het algemeen een familieverhaal is. Mag ik de volgende dia? Dus altijd is het genetisch, vaak is het familiair en soms is het erfelijk. Nou, dat kan tussen de 2 en de 100% liggen, afhankelijk van het type kanker waar je het over hebt. Dus er zijn type kanker waarvan wij, als die dat gediagnosticeerd wordt, zeker weten dat het erfelijk is. En er zijn er ook waarvan we weten, nou, de kans dat deze vorm van kanker erfelijk is, die is ongelooflijk klein. Ik noem maar heel veel voorkomende en bekende. Baarmoederhalskanker, dat is een aandoening waarvan we zeggen dat is hoogst zelden erfelijk. Eigenlijk altijd heeft dat te maken met een virusinfectie die je gekregen hebt. Nou, hier gaan we het over hebben, want dit is voor ons van belang. En wat is nou de reden waarom sommige kankers erfelijk zijn? Of omdat je geboren bent met DNA wat kwetsbaarder is, of omdat je geboren bent met DNA wat minder goed gerepareerd wordt. Dat is eigenlijk de erfelijke aanleg die in de familie wordt doorgegeven. Mag ik de volgende dia? En dit is waar professor Lin over gesproken heeft en wat voor de mensen met een erfelijke aanleg ook heel belangrijk gaat worden. Het feit dat je naar die genen in die tumor kunt kijken en dan heel precieze medicijnen kunt geven die die beschadigde genen in die tumor op zijn kop geven. Zodat de patiënt weinige bijwerkingen heeft, maar de tumor doodgaat. Dat is wat je wilt. Daar ga ik het niet over hebben. Mag ik de volgende? Nou, waarom zou je überhaupt DNA willen testen? Want de mensen komen met massaal naar ons toe bij de afdeling genetica. Mag ik de volgende dia? Nou, dat doe je vanwege dit achtergrondverhaal. Ik heb het even niet over eierstokkanker, maar over borstkanker. Dat komt veel voor. Het lifetime risico, dus dat je het ooit in je leven krijgt, ligt ergens tussen de 10 en misschien wel 13%. En 99% van de patiënten is vrouw. Dus het feit dat je als vrouw geboren wordt, is een hele belangrijke risicofactor om borstkanker te krijgen. Want voor een man is die kans ongelooflijk veel kleiner. Daarmee zeg ik niks nieuws. Maar daarnaast zijn er nog veel meer risicofactoren, maar die zijn allemaal een beetje klein en een beetje onduidelijk en een beetje vaag. Mijn puberkinderen zouden zeggen vetvaag. Bijvoorbeeld, er is een verband met roken, met alcohol, met kindertal, met pilgebruik, met borstvoeding. Of je te dik bent, hoe oud je was toen je je eerste menstruatie had, uit welk land je komt, of je wel of niet hormonen gebruikt hebt, of je veel gesport hebt in je jonge jaren. Het zijn allemaal dingen die een beetje meehelpen om borstkankerrisico te verlagen of te verhogen. Afhankelijk van of het de goede of de slechte kant op gaat. Waar ik in geïnteresseerd ben vandaag is dat het ook samenhangt met het familieverhaal en dus ook met de DNA-uitslag. Mag ik de volgende? Dus dan hebben we het weer hierover. Sommige kankers zijn erfelijk en dan hebben we te maken met familie en met DNA. De volgende graag. Wat was de vraag? Waarom zou je DNA-onderzoek willen doen? Dat is eigenlijk maar één reden. Dat is preventie. En ook al ben jij degene voor wie die preventie misschien een beetje achter de feiten aanlopen is, omdat je eierstokkanker hebt, dan is voor veel vrouwen reden om het te doen, omdat ze willen dat hun dochters of hun zussen of hun nichten gebruik kunnen maken van de preventie, zoals mevrouw Schelvis net vertelt. Dus preventie is het allerbelangrijkste. Preventieve operaties, chemopreventie, dat betekent dat je medicijnen zou kunnen nemen om de kans dat je kanker krijgt van die erfelijke aanleg kleiner te maken. En in een aantal gevallen kun je ook proberen je lifestyle en je levensgewoonte aan te passen, waardoor je het risico ook een klein beetje kunt verlagen. En het andere is vroege opsporing. En dat noemen wij die controles, die screening. Dus dat je elk jaar naar de mammografie gaat of naar de MRI-scan. Of dat mensen met een erfelijke aanleg voor darmkanker elk jaar naar de MDL-arts gaan om een colonoscopie, dus een darmonderzoek, te laten doen. Als je een erfelijke aanleg hebt voor melanoom, dat je elk jaar naar de dermatoloog gaat die jou helemaal van top tot teen bekijkt. Dat zijn allemaal controles die voorkomen geen kanker. Nou ja, je zorgt in ieder geval dat je in een heel vroeg stadium erbij bent. Mag de volgende? Oké, dus we weten nu wat DNA is, dat ziet eruit als snot. We weten waarom we willen testen, want we doen preventie. Dat willen we graag. Maar bij wie wil je dan DNA-onderzoek doen? Mag ik de volgende? Nou, dat kan zijn vanwege één persoon in de familie. Iemand die borstkanker heeft op 35 jaar of jonger. Of iemand die eierstokkanker heeft. Die heeft helemaal geen familieverhaal nodig. Die komt als individuele persoon zelf,
al in aanmerking voor DNA-onderzoek. Een man met borstkanker, daar vragen we niet naar de leeftijd, daar vragen we niet naar zijn familie. Dat is voldoende om DNA-onderzoek te krijgen. Maar soms is het familieverhaal daarbij van belang, omdat bij elkaar opgeteld het zoveel is dat je zegt, dit is meer dan je door toeval zou verwachten in die familie. Hier is iets aan de hand. En dan is het aannemelijk om in eerste instantie aan erfelijkheid te denken. Mag ik de volgende? Nou, dan kom je dus aan tegen de verwijscriteria. De volgende. En die haalde ik gelukkig van de website van Oncogen. Want er staat een mooi overzicht uit het tabelletje daarom doorvragen. En dit kunnen jullie allemaal, dat gaan jullie allemaal lezen. Dan ga ik ondertussen een kop koffie drinken. En dan kom ik terug en dan ga ik jullie over horen. Wat hier nou staat is, let op personen met kleine families. Ik zou in jullie geval vooral willen zeggen, let op personen uit families met weinig vrouwen. Want als je familie hebt met 8 broers en 12 ooms, dat is voor de erfelijkheid van borst- en eierstokkanker niet erg interessant. Want daar zie je de kanker niet optreden. En dan opeens is een donderslag bij heldere hemel, komt dat voor bij een mevrouw, en dan blijkt dat wel in de familie te zitten, maar dat zijn allemaal mannen en die hebben daar over het algemeen weinig uiting van. Dus een kleine familie kan een instinker zijn, of een familie met maar weinig vrouwen kan een instinker zijn. En ik leg dat in de spreekkamer, mag ik de vorige dia, vaak uit door uit te leggen hoeveel vrouwen heb je nou in totaal in de familie en hoeveel daarvan hebben nu borstkanker gekregen. Als je die breuk berekent, u weet het nog van de lagere school, de teller en de noemer, dan kun je dat een beetje vergelijken met wat je in het algemeen in Nederland verwacht, namelijk 1 op 10. Mag ik de volgende? Wat niet in dit lijstje staat, is natuurlijk dat ook een reden om aan erfelijkheid te denken is als er in de familie een mutatie bekend is. Ver weg of dichtbij. Daar kennen we voorbeelden van. Mag ik de volgende dia? De criteria om verwezen te worden naar de klinische genetica, die lijken eigenlijk op de criteria die er zijn om DNA-diagnostiek te doen. Die lijken er sterk op. En ik wil ze, dat is ook een hele lange lijst, die ga ik nu u niet mee vermoeien, maar ik wil wel die even uitlichten, die gelden voor elk individueel persoon, dus dan heb je de familie niet nodig. Mag ik de volgende dia? Dat is dus, elke vrouw met eierstokkanker, sinds een jaar of 5, denk ik, is dat in Nederland zo. Vroeger moest je daar nog eierstokkanker onder de 50 voor hebben, want daarboven vonden we de kans op erfelijkheid te klein. Nu zeggen we elke leeftijd, borstkanker onder de 35. Net is de term triple negatief al voorbij gekomen. Dat betekent dat je borstkanker hebt die niet gevoelig is voor hormonen en ook niet voor Herceptin. Als je dat hebt onder de 50, maar in de komende richtlijn zal staan onder de 60, kom je ook al in aanmerking voor DNA-onderzoek. Iemand met dubbelzijdige borstkanker en de eerste was onder de 50, daar kom je in aanmerking. En een man ook. Dit is geen, zeg ik altijd maar, rocket science. Dit is een eenvoudig lijstje wat elke chirurg, elke oncoloog, elke huisarts en misschien wel elke persoon in Nederland zou moeten kunnen vinden op het internet. Mag ik de volgende? En dan hebben we daarnaast natuurlijk nog het familieverhaal. Dus als dit niet geldt, dan komt dit om de hoek kijken. Maar dit is wel ingewikkeld. Want dan krijg je van die ingewikkelde verhalen van je moet zoveel personen hebben die zo nauw met elkaar verwant zijn en zo jonge leeftijd enzovoort. Goed. Als je dan wilt testen, wie dan? Nou, je begint bij voorkeur testen. Je doet DNA-onderzoek bij iemand die de ziekte heeft in de familie. Want als je op zoek gaat naar een erfelijke aanleg, dan is de kans dat je dat vindt het grootst bij degene die borst- of eierstokkanker heeft, omdat je daar vermoedt dat iets zou moeten zitten. Hoe sterker het familieverhaal, hoe groter de kans dat je iets vindt. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in het overgrote deel van de families die bij ons komen, we het nog niet kunnen vinden. En het lastige voor ons, maar dus ook voor u, dat is dat wat we nu missen misschien volgende maand of over 2 jaar of over 8 jaar wel gevonden wordt. Dat beroemde BRCA3-gen, wat er ooit schijnt aan te komen. Of sinds een jaar, anderhalf, check 2, die nu meegetest wordt. En pas als de mutatie gevonden is, kun je eigenlijk voorspellend onderzoek doen in familieleden. Dus bij gezonde familieleden bloedonderzoek doen met de vraag, heb ik het ook of heb ik het niet? Dan krijg je uitsluitsel. Mag ik de volgende? Wat test je dan precies? Nou, ik wil het niet te technisch maken, maar ik zal er kort iets over vertellen. Mag ik de volgende dia? Wat we testen is BRCA1 en BRCA2 en sinds september vorig jaar check 2. Die 3 genen komen in Nederland relatief veel voor. Die 3 genen zijn makkelijk te onderzoeken. En aan die 3 genen durven we nu ook consequenties te verbinden. En wat ik bedoel met consequenties is dat je iets vindt waarvan je weet, daar hangen die en die kansen en risico's aan. En dan hebben we die en die verstandige adviezen om aan u te geven. Want een uitslag van een test waarvan de dokter vervolgens zegt, nou, dat is heel interessant,
Ik heb geen flauw idee wat we ermee moeten. Daar wordt u niet blij van en daar wordt de dokter niet blij van. En dat is een heel tricky gebied. Want ik zal u vertellen, we zijn nu onder ons, dat er nog veel meer genen bekend zijn. Die laat ik zo meteen zien. Maar van een aantal van die genen is helemaal niet uitgekristalliseerd wat je nou aan iemand moet adviseren als je die mutatie bij je blijkt te hebben. Dan heb je wel een beetje een probleem. Dus wij vinden het belangrijk dat de informatie is uitgekristalliseerd voordat je dat aanbiedt aan mensen. Want die moeten er wel wat mee. Mag ik de volgende? Nou, dat is dat rijtje met aandoeningen die dan zeldzamer zijn en die we in veel genetische centra als een soort plan B hebben. Maar soms is het plan A, omdat Cowden-syndroom bij die persoon die voor je zit of in het familieverhaal heel duidelijk is. Cowden-syndroom nooit van gehoord. Nee, dat klopt, want dat is ook heel zeldzaam. Maar het is wel een aandoening waar ook borstkanker bij kan voorkomen. Een vraag? Of je meerdere aandoeningen tegelijk kunt hebben? Het antwoord daarop is ja. Wij weten daar eigenlijk nog niet zo verschrikkelijk veel van. Er zijn wel personen bekend, ook in Nederland, die zowel een BRCA1 als een BRCA2 aanleg hebben. Ongetwijfeld, als we hier meer naar gaan zoeken, zullen we mensen vinden met 2 of misschien wel 3 verschillende vormen van aanleg. En dan is het natuurlijk de voor de hand liggende vraag, betekent dat dat je dan de risico's die dan spelen moet optellen of vermenigvuldigen met elkaar? Nou, daar zal verder onderzoek naar nodig zijn. Maar het antwoord is dus ja, maar we kennen ze maar heel weinig. Dit is belangrijk. Als je bij iemand onderzoek doet en hij of zij is de eerste in de familie, dan ga je op zoek naar de speld in de hooiberg. Wij noemen dat screenend onderzoek. Wat betekent dat? Dat we de hele streepjescode van BRCA1 en de hele streepjescode van BRCA2 en ook CHEK2 goed bekijken, omdat we op zoek zijn naar die speld. Mag ik de volgende dia? Nou, dan heb je hier BRCA1 en dan vind je niks. Volgende dia. En dan ligt daar achter BRCA2 en dan doe je nog de dia klik en dan heb je daar heb je CHEK. Of die, ik weet het niet. Dat is dus ons probleem. Ik kom daar zo op terug. Want je weet pas dat er een speld is als je hem gevonden hebt. Al die tijd dat je nog steeds geen speld hebt, weet je niet of je wel goed genoeg gezocht hebt. Mag ik de volgende dia? Als in de familie een aanleg bekend is, dan is het eigenlijk simpel. Op het moment dat bij uw nichtje een aanleg is aangetoond, is de vraag, u bent familie van uw nichtje, anders was het uw nichtje niet geweest, want het is geen aangetrouwd nichtje. Dus we gaan kijken of u diezelfde aanleg heeft. Dan is het een ja of nee. Dan is het een heldere en duidelijke uitslag. En dan geldt voor BRCA1 en 2 of check en ook voor deze als daar wat gevonden zou zijn. Dan doe je gericht onderzoek en dat is veel helderder. Mag ik de volgende dia? Want in ongeveer 7% van de nieuwe families die nu verwezen worden, vinden we maar een erfelijke aanleg. Dus dat betekent dat ongeveer 90% van de families die wel aan die verwijscriteria voldoen, op dit moment het erfelijkheidsonderzoek zegt, we kunnen niks vinden. Of misschien moeten we eerlijk zijn en zeggen, we kunnen nog niks vinden. Mag ik de volgende dia? En dat is dan nog exclusief de situaties waarin we in dat DNA soms onduidelijke uitslagen vinden, want die bestaan er ook nog. Net zoals in de rest van de geneeskunde je soms een onduidelijke röntgenfoto kan hebben of een vage laboratoriumuitslag. Mag ik de volgende? Als je gericht onderzoek doet, dan is de situatie natuurlijk anders. Want al naar gelang hoe het in de familie zit, is dan jouw kans vooraf gezien dat je een slecht of een goede uitslag krijgt, is 50% of 25 ten opzichte van 75. Hoe verder weg, hoe kleiner het getal. Snapt u het verschil tussen dat gerichte onderzoek, dan weet je waar je naar gaat kijken, en het ongerichte onderzoek, dan ben je op zoek naar de speld in de hooiberg. Mag de volgende? Oké, welke uitslagen kun je dan krijgen? Dan is het toch eigenlijk heel simpel? Nou, eigenlijk niet. Mag ik de volgende? Ik vind dit heel verwarrend in de spreekkamer. Ik weet niet hoe u dat thuis hanteert. Positief, slecht, negatief, goed. Eigenlijk is het best wel vervelend wat professor Lin verteld heeft. Professor Lin. Want, nee, maar ik maak geen grapje. Ik breng het leuk, maar ik maak geen grapje. Want de clue is nu dat een slechte uitslag soms een goede uitslag is voor je behandeling. En een goede uitslag soms een slechte uitslag is voor je behandeling. Ik spreek nu vrouwen die verwezen worden vanwege ovariumkanker en die hopen dat er een mutatie gevonden wordt. Want dan zouden ze in aanmerking komen voor de PARP-behandeling.
En tegelijkertijd zit er een dochter bij en die zegt, maar ik hoop dat er niks gevonden wordt, want als er wel wat gevonden wringt, zitten wij misschien ook wel in dat schuitje. Dat wringt. Dat betekent dat er dus twee kanten zijn aan een goede of een slechte uitslag tegenwoordig. Dat is nieuw, dat hadden we laten zeggen 5 jaar geleden nog niet. Mag ik de volgende dia? Positieve uitslag, volgende dia. Oké, een positieve uitslag, dus een slechte uitslag. Je vindt een mutatie. Wat gebeurt er dan? Als dat is bij iemand die borst- of eierstok- of misschien wel prostaatkanker heeft of heeft gehad, nou, dan kan dat van belang zijn voor de behandeling. Dat werd net verteld. Het kan van belang zijn voor het aanpassen van de therapie. Dat wordt zelfs vet ingewikkeld. Het kan reden zijn om keuzes te maken tussen eenzijdig of tweezijdig opereren. Het kan een afweging zijn om aan deze ingewikkelde afkorting te gaan denken, namelijk een preventieve eierstokoperatie. Het kan ook reden zijn om nadat de behandeling is afgerond uitgebreider onder controle te blijven. Maar, en een aantal van u heeft dat aan den lijve ondervonden, zeker in de spoedsetting. Je zit dan in die rollercoaster en dan heb je net gehoord dat je borstkanker krijgt. Je zit verschrikkelijk na te denken over wat er allemaal moet gebeuren. En dan krijg je ook nog erbij van, oh ja, het is erfelijk. Dus voor je 3 kinderen is elk per persoon de kans 50%. Ik vind dat erg zware kost. Volgende dia. Als je zo'n positieve uitslag, dus je hebt die mutatie, vindt bij die zus of bij die nicht of whoever, dan geldt voor die persoon natuurlijk dat preventieverhaal. Maar ook die 50% kans voor de kinderen. Mag ik de volgende dia? Als je een negatieve uitslag hebt, dat is dus de goede uitslag. Dus dan gaat de vlag uit. Ja, nou ook wel soms niet helemaal een beetje. Mag ik de volgende dia? En nu wordt het ingewikkeld. Want de negatieve uitslag, als je die hebt bij iemand die verwezen is vanwege het vermoeden op een erfelijk aanleg in de familie, dan moet je eigenlijk terug naar de stamboom. Als iemand vooraf een enorm sterke aanwijzing in de familie had, dat je denkt van, nou, dit kan alleen maar erfelijk zijn. Als je dan niks vindt, dan is de conclusie, ik denk dat het nog steeds hartstikke erfelijk is in de familie, je kan natuurlijk niet die stamboom uitgummen. Alleen, dan zal er misschien wel BRCA, weet ik veel, aan de hand zijn. Dan moeten we heel hard verder zoeken. Als je diezelfde uitslag hebt bij iemand die eigenlijk met de hakken over de sloot de reden voor DNA-onderzoek haalde, dan heb je eigenlijk een heel geruststellende uitslag. Dan zit je vooraf gezien, was de kans op erfelijkheid als niet zo groot. En BRCA1 en BRCA2, en check, daar hebben we niks in gevonden. Misschien is het eigenlijk wel toeval bij u. Maar dat houdt altijd een slagje om de arm. Dat slagje om de arm, dat is in de praktijk best lastig. Maar daarom leg ik u uit, het is een goede uitslag, maar het sluit erfelijkheid niet uit. Je moet als het ware kijken naar wat vooraf het vermoeden was op erfelijkheid. En in een aantal gevallen is dat dus ook reden voor aanvullend onderzoek. En dan kan het zijn dat als u vertelt, ja, ik heb borstkanker, maar mijn zus ook, misschien moeten we dan vragen om uw zus te prikken. Of we zeggen tegen u, er zijn misschien wel redenen om voor uw andere genen, dat lijstje met die ingewikkelde genen, verder te zoeken. Maar heel vaak zeggen we tegenwoordig, misschien is het wel verstandig om over 3 of 4 jaar weer contact te hebben met elkaar, want waarschijnlijk kunnen we dan meer. Andere genen, beter onderzoek. Want de puzzel is er nog steeds en hij is ons dus inziens nog niet opgelost. Maar de volgende dia. Bij een gezond familielid, een negatieve uitslag, waarbij in de familie een mutatie was gevonden, ja, die kan die vlag omhoog hijsen natuurlijk. Want die weet niet alleen dat hij of zij zelf die aanleg niet heeft, maar die weet ook dat voor de kinderen het risico op die aanleg naar 0 is gereduceerd. Want ziektes kunnen wel eens een generatie overslaan, maar DNA kan dat niet. Dus als jij die familiaire aanleg niet hebt, kun je hem ook niet doorgeven. Mag ik de volgende dia? Ik dobber naar mijn eind toe. De mannen dan. Ja, ik had de mannen moest ik ook behandelen. Caroline. Ja, ik ga nu de mannen behandelen. Mag ik de volgende dia? Mannen en borstkanker. Nou, mag ik de volgende? Deze getallen, die noemen we al heel lang. En we schrijven ze steeds van elkaar over. En ik ben benieuwd of ze nog steeds gelden. De belangrijkste boodschap is dat zowel voor BRCA1 als voor BRCA2 het risico van mannen bij lange na niet in de buurt komt van het risico wat voor een gemiddelde vrouw in Nederland geldt. Dus het is belangrijk om dat om te draaien en te denken, oké, man, jij hebt dus een kans van 99% om het niet te krijgen. En jij hebt een kans van 93% om het niet te krijgen. Maar voor de erfelijkheid, het doorgeven aan de kinderen, is het hetzelfde verhaal. Mag de volgende dia? Worden er dan de controleadviezen gegeven? Nou, mannen worden vooral geattendeerd op het feit dat ze alert moeten zijn op eventuele afwijkingen
in de tepelregio of bij de borst. En dat ze niet denken, ik heb me gestoten of er is een squashbol tegen aangekomen. Want voor mannen kan borstkanker net zo'n grimmige ziekte zijn als voor vrouwen uiteraard. Want de behandeling is eigenlijk vergelijkbaar. En preventieve chirurgie komt heel zelden voor. Ik heb dat wel meegemaakt, maar dat was dan bijvoorbeeld bij een man die aan de ene kant mammocarcinoom borstkanker had gehad. En zei, oké, dan wil ik dat andere klierschijfje ook wel kwijt. En we hebben het niet over protheses gehad, Klaas. Mag ik de volgende? BRCA1, man en borstkanker. Ja, er is een tijdje geleden een onderzoek gedaan waaruit de afgelopen 20 jaar is geïnventariseerd. En dat vond ik wel schokkend. Daaruit bleek dat van die 1487 mannen die in allemaal ziekenhuisarchieven zaten, er maar 22% DNA-onderzoek hadden gehad. Dat vind ik weinig. Want je kunt het omdraaien en zeggen, nou, dan hebben dus 78%, die zijn niet getest. En dat is voor die mannen misschien niet heel erg belangrijk voor henzelf, maar die hebben misschien wel dochters of nichten. Dus er is er wat blijven liggen. Want wat ziet u hier staan, dat als een man geprikt wordt, los van zijn familieverhaal, dat de kans dat je dan een mutatie vindt 18% is. Dat is een stuk hoger dan wat ik net liet zien voor vrouwen in het algemeen. Dus had ik maar op 1% of 7%. Mag ik de volgende dia? Dat heb ik net verteld. Volgens mij, oh ja. Nou, dit is het ingewikkelde deel van dit praatje. Dan loopt het, mag ik de volgende dia? Het is heel erg moeilijk om uit te rekenen wat nou precies het risico, ik sta ervoor, wat nou precies het risico is voor mannen op prostaatkanker als ze drager zijn van een BRCA1 of een BRCA2 mutatie. Ik zal u niet met de details vermoeien, maar wilt u van mij maar alsjeblieft aannemen dat dat echt heel erg lastig is. Als u bijvoorbeeld weet dat van elke man, juist niet in deze zaal, maar in een zaal voor mensen met, die lid zijn van de ANWB, als je daar zou kijken bij mannen van 50 of ze iets in hun prostaat hebben, dan heeft zomaar misschien wel 10 of 15% hebben al rare cellen in hun prostaat. Maar die zitten daar gewoon gezond ANWB-lid te zijn. Dus het probleem is dat als je daarna gaat zoeken, ga je dingen vinden bij mensen die misschien helemaal geen kanker hebben en het misschien ook helemaal niet gaan krijgen. Dat maakt het ingewikkeld. Relatieve risico's zeggen helemaal niks over het lifetime risico. Maar wat wij in de praktijk wel zeggen, alleen kijk me nu aan, dat is dat voor BRCA2 het risico op prostaatkanker waarschijnlijk wel wat meer verhoogd is dan voor BRCA1. En betekent dat in de praktijk dat de kans misschien 2 of 3 keer zo hoog is? Dat zou zomaar kunnen. Met alle slagen eromheen. Wat is daar de gevolg van geweest? Dat er nu geen controleadviezen worden gegeven, maar dat er nu wel een onderzoek loopt, een internationaal onderzoek, waaruit hopelijk informatie komt of mannen die een BRCA1 of BRCA2 mutatie dragen zijn, baat zouden hebben bij controles van de prostaat. Mag ik de volgende dia? Dat zou dan bijvoorbeeld ook kunnen leiden tot andere behandeling. En mag ik de volgende dia? Misschien moeten we dan zelfs in de toekomst hierover nadenken. Mag ik de volgende dia? Ik ben ongeveer aan het eind van mijn verhaal en tijdtechnisch is dat volgens mij wel goed. Maar dat betekent dat ik nog 2 dia's laat zien, Klaas. Mag ik de volgende? We hebben tot nog toe gezocht naar de speld in de Hooiberg. Dat heb ik net laten zien. Mag ik de volgende dia? Dit plaatje kennen jullie inmiddels. Mag ik de volgende dia? Dit is hoe het eigenlijk is. En dit is wat het wordt. Dus we gaan niet meer zoeken naar speld in Hooibergen, want dat is verschrikkelijk. We gaan, mag ik de volgende dia? Vanaf heel binnenkort, omdat dat technisch mogelijk is geworden en ook betaalbaar, zullen wij bij heel veel patiënten gewoon alle genen gaan lezen. Het hele DNA. Daar komt dan 3 miljard streepjes uit per persoon. En dan is het voor ons een klus om dat te interpreteren. BRCA1, BRCA2 en check zijn het topje van de ijsberg. Dit is wat er gevonden gaat worden onder water. En ik hoop dat dat mede zal helpen om die 93% van de families waar het nu nog geen antwoord is, toch met een antwoord te voorzien. Ik dank u voor uw aandacht. Wil je nog even met mij op het, in het zitje even zitten? Hebben we er tijd voor? Ja, ik heb nog heel even kort een paar vraagjes nog. Ik heb namelijk nog een paar onnozele vragen. Dat zijn de gevaarlijkste. Je hebt er eigenlijk al wel redelijk heel goed beantwoord, denk ik, een paar. Maar bijvoorbeeld, ik heb 2 dochters. En mijn oudste dochter die lijkt heel erg op mij. Die heeft bruin haar, donkere ogen. En mijn jongste dochter is blond en heeft lichte ogen.
Is het nou de kans dan groter dat bijvoorbeeld de blonde dochter die meer op mijn vrouw lijkt, die het gen heeft, een grotere kans dat zij draagster is van BRCA1-gen? Mensen die denken dat dit zo is, willen die nu hun vinger opsteken? En mensen die denken dat dit niet zo is, willen die nu hun vinger opsteken? Ja. Het is niet altijd zo, maar in ieder geval heeft de meerderheid gelijk. En we hadden meer dan 30% opkomst. Ja. Dus het antwoord is duidelijk. Het antwoord is duidelijk. Ja. Al die andere eigenschappen liggen op andere chromosomen. Die staan er echt totaal los van. Ja. Nou, ik durf de volgende bijna niet meer te stellen. Ik heb allemaal dit soort vragen, hoor. Heerlijk. Komt-ie. Kan je het een beetje aanvoelen als je BRCA hebt? Er komt vanmiddag een voordracht van iemand van het maatschappelijk werk. En ik zou me kunnen voorstellen dat die vraag adequater door haar beantwoord zou gaan worden. Ik geloof er persoonlijk helemaal niets van. Maar nee, dus ik aanvoelen. Waar had je dat dan gevoeld willen hebben? Nou, het staat hier op elkaar. Nou ja, misschien dat je een beetje denkt, goh ja, ik voel het al een beetje in mijn lichaam. Dat er een soort, ja, ik denk het niet, hè? Ik ga gewoon door naar de volgende. Kan je ook een beetje BRCA hebben? Ja, dat vond ik een goede vraag. Die was ook schriftelijk aangemeld, maar omdat ik te weinig tijd had, stond die op de dia hierna. Nee, je kunt niet een beetje BRCA hebben. Maar dat gezegd hebbende, wat we nu aan het ontdekken zijn, en dat vind ik belangrijke informatie voor jullie allemaal. Er worden nu mutaties in het BRCA1 en BRCA2 ontdekt, waarvan als je die in de familie bekijkt, dan zeg je, hier is dat percentage vrouwen wat borstkanker krijgt niet 60-80%. Bij deze mutatie lijkt dat lager te zijn. Dat heeft misschien te maken met het feit dat het net een andere verandering is in het DNA, of dat het anders samenwerkt met andere stukjes cel. Maar de consequentie is dat we toegaan, denk ik, naar de situatie dat voor die en die mutatie dat percentage geldt, en voor die en die mutatie een ander percentage. Okay. Dat zal denk ik wel de toekomst worden. Ja. Dan de laatste vraag. Is het besmettelijk? Goed, we gaan door, denk ik. Dames en heren, een applaus. Jan Oosterwijk.